Kenny Tété, opgegroeid bij Ajax, jarenlang in het eerste, nu bij Olympique Lyonnais. Hoe was het om weer tegen je oude club te spelen? Ja, het is anders. Ik ben pas een week bezig en ik speel nu eigenlijk net pas mee. Dus dat is wel even wennen, sowieso een nieuwe teamgenoten. Het is logisch, het is een traject. Dus, Vorige week was het hele vervelende nieuws over Abdelhak Nouri. Hoe is dat bij jou binnengekomen? Hoe het bij mij is binnengekomen, ik kan het nog steeds niet geloven. Ik vind het... Ik vind het vervelend dat ik er niet bij kan zijn, overal. Want Abdel is een broertje van mij, weet je. Ik hoef het niet uit te leggen. Maar, ik kan... Nee. Dus, heel moeilijk. Ja, heel moeilijk. Je hebt het ook gemerkt aan de spelers van Ajax, hè? Hoezeer dat gewoon aangekomen is. Ja, tuurlijk. Heel Amsterdam, weet je. Iedereen weet wat Appie was en ik zat elke ochtend met hem aan tafel. En, ik hoop gewoon alleen maar zo snel mogelijk beter. Heel moeilijk. Laten we hopen dat er vooruitgang zal zijn. Jij bent begonnen aan een nieuw hoofdstuk in jouw voetballoopbaan. Hoe ben je hier ontvangen? Ja, goed. Heel goed. Ik voel me erg geliefd. En dat is het belangrijkste. En dat is wat ik nodig heb. Een nieuwe club, nieuwe uitdaging. Ik moest aan mezelf denken en dat heb ik gedaan. En ik hoop dat er gewoon veel mooie momenten gaan komen. Hebben de mensen heel vaak gesproken over die twee spectaculaire wedstrijden van Ajax tegen Olympique Lyonnais? Hierop? Nou, het is een beetje moeilijk. Ik kan geen Frans. Dus, iedereen praat alleen Frans. En ga je het nog leren? Ja, ik ga mijn best doen. Ik slaap nu nog in een hotel en ik krijg binnenkort een huis. En dan kan ik lekker rustig alles op een rijtje gaan zetten. Want de taal is wel op dit moment het is niet echt handig. Dus ik moet zo snel mogelijk Frans gaan leren. Hoe spreken ze jouw naam uit in het Frans? Gewoon TT. Ja. Geen Ted. Succes. Dank u wel.